Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zal veel zaken van het afgelopen jaar verder oppakken in 2024. Het zijn belangrijke kwesties die voortgezet moeten worden om ervoor te zorgen dat het beleid van het ministerie op spoor blijft. De bewindsman zegt in gesprek met onze redactie trots te zijn op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar, maar dat het ministerie doorgaat met het afronden van de verschillende projecten. Door het hele proces kunnen gaan, ondersteund door FWO. Uiteraard gaan we verder met de Jeugdraad Suriname. Ik heb ze gevraagd om een advies betreffende een aantal zaken, namelijk geweld onder jongeren, om me daarover te adviseren, hoe jongerenorganisaties verder te betrekken bij het beleid. Dus dat zijn twee van de punten waarover ze me uiterlijk februari moeten adviseren. Dus we gaan door. We gaan ook door met de verdere implementatie van het Youth Power concept. We willen komend jaar toch wel gaan focussen op wat ik noem die hele issue met tienermoeders. Als we weten dat 1 op de 4 bevallingen van een tienermoeder is, dat betekent dat er toch wel iets mis is in onze maatschappij. Omdat niet alle tienermoeders zwanger zijn geraakt door een tiener. Maar vaak genoeg zijn het ook oudere mannen. En dat betekent dat er toch wel de nodige overtredingen van de wet plaatsvinden in Suriname. Maar nogmaals, 1 op de 4 geboorte op dit moment is van een tienermoeder. Naast zaken die jongeren en zwangeren aangaan, zal het ministerie zich dit jaar ook buigen over een nieuw minimumuurloon. De loonraad gaat me adviseren in januari. En het streven van de regering is dan om per 1 februari een nieuw minimumuurloon voor geheel Suriname, voor alle sectoren, vast te stellen. Op dit moment is het nog 35 en dat zal het zijn tot een nieuw minimumuurloon bekend wordt gemaakt. Maar minimumloon is in principe bedoeld als een soort beginloon voor mensen zonder enige ervaring die beginnen in een bedrijf, dat ze dat loon dan krijgen. Als ze ook nog de nodige scholing etcetera missen, toch? Want iemand die is afgestudeerd van ADEC of FAHER, die gaat niet met een minimumuurloon beginnen, toch? Die gaat hoger op worden ingeschaald op basis van zijn of haar onderwijs, genoten onderwijs. Maar minimumloon, daar gaat het echt sec om de groep die net begint, die niet adequate scholing heeft, om het zo uit te drukken. Minister McAndrew geeft aan dat het ook beter zal gaan op de arbeidsmarkt, gezien zaken aan het herstellen en verbeteren zijn op macro-economisch gebied.